Welkom bij WebTV, een serie korte en krachtige inzichten voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Vandaag gaan we het hebben over sociale slagkracht. Als je het gaat hebben over dingen bereiken in je leven, zijn er een aantal dingen belangrijk. Het begint natuurlijk bij waarom je dingen wil bereiken. Dat is redelijk simpel. Je wil gelukkig worden. Als je daar iets meer over wil weten of je wil het beter onderbouwd hebben, lees maar over het werk van Maslow. The Needs of Human Behavior. Allerlei spannende dingen over waarom mensen dingen doen die ze doen. Lang verhaal kort kom je erachter dat het gaat over energie. Lekker in je vel zitten. Stel dat dat je doel is. Dat wil je bereiken. Zijn er een aantal dingen belangrijk. Allereerst, jijzelf. Wat kan je? Wat wil je? Wat heb je? Je talenten, je kennis, je vaardigheden, je inzichten. Noem maar op. Wat wil je? Je doelstelling, je richting. Wat wil je uiteindelijk krijgen uit het leven? En dat is lastig, en daar gaat deze module over. De andere. Het is een vreselijk concept. Ja? Wat blijkt namelijk, en dat is een van de inzichten die je moet meenemen. Anderen hebben een enorme impact op jouw leven. Ja? Als jij gelukkig wil worden, heeft ook het geluk van jouw omgeving daar een relatie mee. Iets moet je gegund worden. Dus, een belangrijk aspect van sociale slagkracht is, nadat je weet wie je bent, nadat je weet wat je wilt, ja, dat zijn aspecten die we in andere modules nog aan bod gaan krijgen. Als je dat voor elkaar hebt, is het handig om die anderen mee te krijgen. De beste tip daarbij is, goed weten wat je wil en dan transformeren in voordeel naar anderen. Als je dat goed leert doen, gaan anderen jou terugvragen omdat ze blij zijn met jouw aanwezigheid. Als jij datgene wat jij wil kunt omzetten in voordeel naar anderen, word je altijd teruggevraagd. Ja? Job security bestaat niet. Als jij een oplossing bent voor andermans problemen, heb je altijd werk. Als de manier waarop je die oplossingen maakt een beetje in de buurt komt bij wie je bent en wat je doet, heb je altijd leuk werk. Die laatste stap om uiteindelijk dingen te bereiken, heet de value adding attitude. Het beste wat je kunt doen is zoveel mogelijk waarde toevoegen naar je omgeving. Dan komt er uiteindelijk waardering terug. Lijkt simpel, maar is best pittig. Ga aan de slag, probeer zoveel mogelijk je eigen doelen te vertalen in voordeel naar anderen. Hou vol en doe je best. De volgende keer gaan we het hebben over feedback geven en krijgen.